je hebt nodig wat je altijd al nodig had, namelijk de moed om van bovenop gelegde normen te doorbreken. Je moest altijd de wet overtreden om te gaan kraken, op een of andere manier, want er zit er altijd iets bij wat niet mocht. En nou, nu mag het helemaal niet meer, maar wat niet mag, kan nog steeds. Dus je moet je vooral niet laten wijsmaken dat alleen maar omdat iets verboden is, het dan niet kan. Heel belangrijk. Verder, maar dat is meer het mindset, als men zo wil. En in de praktijk is het hetzelfde. Je moet een leegstand pand vinden. Of een onbewoond, ongebruikt pand, want leegstand is relatief. En je moet uit gaan zoeken waarom dat leeg staat en hoe lang dat al leeg staat. En of dat leeg blijft als jij dan niet gaat wonen. En als je die vragen weet te beantwoorden, dan kom je er vanzelf achter hoe je dat moet aanpakken, zodat je daar kan binnen geraken en wonen. Dus hoe te vinden de lege pand? Nou, dat is gewoon leeg, daar woont niemand. Aha. Dan bel je aan. Dus het eerste wat je doet, zelf aanbellen met het leegstaande pand. Zo van, hey, is hier iemand thuis? En als er niemand thuis is, dan doe je dat vaker om dat zeker te weten. En je kijkt of daar licht is 's avonds. Je gaat nog overdag kijken, misschien kan je binnenkijken. En je vraagt aan de buren. Woont daar iemand? En als die willen weten of daar iemand woont, of waarom jij dat wil weten, dan mag je zelf verzinnen waarom je dat wil weten. Ik heb ze altijd verteld omdat ik een huis nodig heb en omdat die leeg is. Je ziet hier een koevoet natuurlijk, maar niemand kijkt naar het mannetje. Het mannetje is natuurlijk van Monopoly, maar in feite gaat het daarom dat je ook in staat bent hier binnen te lullen. Veel belangrijker dan gereedschap is social engineering bij een kraakactie. Je praat met de buren en je probeert uit te vinden wat de context van zo'n leegstandpand is. Waarom het leeg staat. En als je dat weet, soms doen mensen voor jou de deur open. Zelfs de voordeur van het pand dat je wil kraken. Soms moet je die wel openbreken, ja. En hoe uitvinden die context? Nou, je vraagt aan de buren. Je kijkt in de krant, je kijkt op internet, je gaat naar je lokale kraakspreker, bijvoorbeeld deze, je vraagt wat die al weten. Je belt de eigenaar en je zegt, waarom staat het leeg? Dat moet je niet zo bot doen, daar moet je over nadenken hoe je dat doet en wat je dat vraagt. Maar je kan altijd van alles vragen. Dat het pand leeg staat. Aha. Moet je zeker weten dat je niet iemands woning binnendringt, want anders raak je echt in de problemen. Ja, en ten tweede moet je dat samen met andere mensen op poten zetten. Je kan dat niet alleen doen, dat is heel gevaarlijk. Zeker nu kraken verboden is, dan word je vast wel opgepakt of zo. In Nederland en zeker in Amsterdam bellen mensen meteen de buren, meteen de politie als je een deur rommelt. Dus ga naar de lokale kraakgroep daar. Ja, en die gaan je met jou samen gaan die dat doen. Heel belangrijk. Hè? Je kan ook naar de kraakhandleiding op internet kijken. Alles wat je daar leest, gaan ze met jou samen doen. Die gaan soms, omdat ze al mensen kennen in de buurt, ja, helpen de buren ondervragen. En ze gaan je vertellen hoe je dat goed kan aanpakken in een bepaalde buurt. Ze gaan soms met jou mee naar archieven. Ze weten hoe ze dingen op internet moeten uitzoeken. Dat gaan ze samen met jou doen. En ze gaan ook samen met jou besluiten hoe men daar binnen moet. En wat men best kan doen om daar binnen te zijn, te blijven. Ook ondanks het feit dat het verboden is. Als je nu vraagt, wat houdt het precies in? Nou, ten eerste vind je uit wat met het pand aan de hand is. Dan schrijf je het op voor jezelf. En dit is het verhaal met die je dan deze actie in het openbaar brengt. En dat houdt in dat je ditzelfde verhaal aan de buren vertelt, aan de politie vertelt, die ongetwijfeld komt als je het kraakt, aan die advocaat vertelt, aan de pers vertelt, aan politici, aan iedereen die dat wil horen, zo hard als mogelijk op internet. En als je zo'n verhaal hebt, dan zijn er 100.000 punten op die zo'n verhaal werkzaam is, als je die inzet in een stadsdeel of in een stad, dan is de kans dat je dat succesvol, dat je dit lukt en dat je dat succesvol kan blijven wonen ondanks verbod, die wordt gewoon veel groter. Feitelijk, en daar komt het dan op neer, want mensen willen dan zeggen, ja maar hoe kom ik het pand in? Nou, samen met vrienden worden precieze afspraken gemaakt hoe men daar binnenkomt zonder schade aan te richten.
samen met vrienden gaat men naar het pand op een bepaalde dag. Men spreekt af en dan gaat men naar het pand. En samen gaat men naar binnen. Samen gaat men kijken op het water tot, op het stromen tot. Samen gaan we met de buren praten, samen buurtbriefjes uitdelen. Nou, als je deze mensen niet hebt, dan moet je die gaan opzoeken. Je kan alles ook zelf doen, maar dan hoef je dit video niet te bekijken. De kraakbeweging in Nederland bestaat, die is op internet te vinden. En die hebben publieke locaties, zoals deze bijvoorbeeld, Joe's Garage, Pretoriestraat 43, open onder meer voor het kraakspreekuur iedere dinsdag van 8 tot half 10. Maar kijk, squad.net/nl, nederlandsquad.net, vind je allemaal. De kraakbeweging is te vinden en ga daarheen en zeg, hey, ik heb een filmpje gezien en ik wil nu ook een huis en die helpen je zeker. Is het echt nou veel moeilijker geworden? Ja en nee. Het is veel juridisch, is er van alles veranderd natuurlijk. Er moeten andere juridische methodes toegepast worden die interessanterwijs precies dezelfde effect hadden dan de oude juridische methodes toen. Nou, ik kan hier nu een hele preek afsteken wat er juridisch veranderd is, maar er is er genoeg over op internet te vinden, zeker in het Nederlands. Maar het gaat nog steeds daarover dat je mensenrecht daar verdedigt. Ne? En het gewoon afdwingt dat zeg maar nagedacht wordt op het eigendomsrecht en de wet die het beschermt belangrijker is dan je recht op een onderdak. En het gaat dan altijd eigenlijk om de vertraging van een ontruimingsproces. Maar over die ging het altijd al. En ik zie nog steeds mensen precies dezelfde methodes succesvol toepassen, ondanks de wet. Oké, het praatje verandert, ja, dat denk ik. Wat wel verandert is tussen de oren. Mensen zeggen het is verboden, dus kan het niet. Nee, als het verboden is, dan mag het niet. Maar het kan misschien nog steeds. Hoe is dat in de praktijk? Zijn mensen opgepakt bij de kraakacties? Ja, maar niet meer of minder dan ooit. Eén iemand had moeten voorkomen nu, voor overtreding van het kraakverbod, maar dat werd niks, omdat bleek dat de politie zonder bevel is binnengedrongen in zijn huis. Dus, maar deze wet was nooit bedoeld om krakers te straffen. Deze wet was altijd bedoeld om krakers te ontruimen. Ik denk dat is ook het belangrijkste wat mensen hier in hun achterhoofd moeten houden. De kans bij zoiets opgepakt te worden, tenzij je echt zeg maar op een idiote manier de held gaat spelen, die is niet zo groot. Niemand zit in het gevangenis voor kraken. De onderdaan is iemand die de wet voor natuur aanneemt. Als je een onderdaan bent, dan kan je niet gaan kraken, want we leven hier in een plutocratie. Dat zei ik al het begin van dit filmpje, zeg ik nu nog een keer. Je moet je eigen mensenrecht op onderdak boven het recht op eigendom weten te stellen in je eigen hoofd. Als je dit niet presteert, dan kan je niet kraken. Want je pakt iemand anders iets af, ja, opdat je denkt dat je meer recht hebt dan die, met een politiek excuus. En als je die politiek excuus voor jezelf niet overtuigend kan formuleren, dan pak vooral geen koevoet, want dat wordt niks. Blijf nadenken en als je daaruit bent, dan... De basisdingen. Vind een leeg huis. Vind uit waarom die leeg staat. Hoe lang die leeg staat. En wat er daarmee gaat gebeuren als jij daar niet gaat wonen. En denk zelf na. Zelf nadenken is echt het belangrijkste bij kraken. Ja, daar is er niet een methode, zo moet je het doen en dan lukt het altijd. Nee, zelf nadenken. Laat het me zo zeggen, want zo ben ik begonnen en zo zijn veel mensen begonnen. Als je het op een keurige manier doet, volgens de wet en zoals het dan zogenaamd moet, dan word je genaaid de hele tijd. Ja, je wordt bedrogen terwijl je erbij staat. Je hebt, als onderhuurder betaal je dubbel de huur voor sociale huurwoningen die niet verhuurd mogen worden. Je wordt door huisbazen opgelicht die je woningen verhuren die ze niet mogen verhuren. Als de stad erachter komt, word je eruit gegooid en toch betaal je er 1000 euro voor. Je zit als antikraker en je verhuist vaker dan die krakers, man. Je hebt geen thuis. Je bent een soort dakloze in een industriepand met een dikke stereo. En op een gegeven moment is het genoeg, toch? En als die punt bereikt is waar je denkt van, hey, wat doe ik eigenlijk verkeerd, waarom word ik zo behandeld? Dan is het moment om te gaan kraken. En ik denk dat er nu genoeg mensen zijn die in dat soort situaties zijn beland. En ik
denk niet dat dat een oplossing voor iedereen is. Maar ik denk dat dat voor een bepaalde soort mensen in deze maatschappij wel een methode is om verandering in het algemeen af te zetten. Dus als je jezelf sterk genoeg voelt om deze verontwaardiging om te zetten in gedisciplineerde directe actie, dan moet je gaan kraken. Want of als je helemaal niks anders kan vinden, dan moet je dat gaan doen.